En deze week deel 2 van een serie die we begonnen zijn, Never Stop Praying. Waar we vorige week ook gepraat hebben over een voorbeeld over bidden en niet op te geven. Nou, daar was dus een man die midden in de nacht inderdaad ging kloppen bij zijn vriend aan de deur. En eigenlijk onbevangen en zonder schaamte, onbevreesd, bleef vragen als hij iets nodig had. En daar leerde Jezus ook in deze Bijbeltekst in Lucas 11 was dat om altijd te blijven bidden en te vragen wat we nodig hebben. Nou, inderdaad nu deel 2 waar we met een nieuwe tekst en nieuwe persoonlijke voorbeelden jullie willen bemoedigen en inspireren deze week. Ja. Ja, en het gaat om echt ook daarom om niet op te geven. Om echt te blijven bidden totdat God de doorbraak geeft. Maar ook gewoon, we hebben laatste week ook verteld, jullie te bemoedigen. Jullie zelf te zijn en niet te kijken naar andere mensen. Maar gewoon blijven bidden, blijven vasthouden aan Gods beloftes. Ja, inderdaad. Dus nu hebben we ook inderdaad een nieuwe Bijbeltekst, Matthäus 7. Dat is ook een heel bekende tekst eigenlijk. En 7 tot en met 11 willen we even aandacht aan geven, waar ook inderdaad wordt gezegd, vraag en er zal gegeven worden. Klop op die deur en er zal worden opengedaan inderdaad. Want ieder die vraagt en wie zoekt, die vindt. Hè? Je kent het vast wel, hè? Als je zoekt, zal je vinden. Hè? Zo is het ook. En dat is ook met het thema betrekking tot gebed ontzettend belangrijk, wat we nu ook willen aanhouden. En waar we ook met deze persoonlijke voorbeelden. Want als ik in mijn eigen leven dan ook kijk, ik heb bepaalde goals of doelen in mijn leven. Dingen die ik wil bereiken. En daar hou ik me dan ook vast. En ik weet, in 2016 wil ik deze dingen bereiken. En dat ga ik doen. En als God nog steeds niet een doorbraak daarheen heeft gegeven, in mijn persoonlijke leven of ook in ons werk, dan blijf ik daarvoor bidden. Dagelijks, dag in, dag uit. Hoe de omstandigheden ook zijn. En totdat God geeft. En daardoor zie ik ook en zien wij ook hele grote gaven, wonderen en voorzieningen van God in ons dagelijks leven. Ja, ik vind het ook zo mooi hoe het dan in Matthäus 7 ook gaat om de vader zelf, hoe God tegen ons is. En hij vergelijkt het zo mooi met wij als mensen die niet helemaal goed zijn. Wij geven toch ook aan onze kinderen dat beste wat wij willen. En als onze kinderen om brood vragen, geven wij geen stenen. En als onze kinderen om vis vragen, onze zullen dat niet doen, krijgen ze geen slang. Maar dat vind ik zo'n mooi vergelijk, zo'n mooi beeld. God, onze Vader, weet wat we nodig hebben. En het zegt dan ook, hoeveel meer zal de Vader ons geven om wat wij vragen als zijn kinderen. En dat is zo bemoedigend voor mij ook altijd, moet ik zeggen. Want ja, vaak is het ook gewoon uitdagend. En vaak, soms worden gebeden ook niet verhoord. En wat doen we dan? Hoe gaan we daarmee om? Doen we gewoon onszelf in zo'n kleine box stoppen van, oh, niks ergens gaat gebeuren. Oh ja, God is goed. Ja. Maar de realiteit is anders. Er gebeuren dingen die zijn zo verschrikkelijk. Die zijn zo erg. En als ik dan mijn ogen dicht doe, dan denk ik soms van, help. Maar als ik dan naar God kijk, naar mijn goede vader en weet, hij weet wat ik nodig heb. Ja. Als ik aan hem blijf vasthouden, aan Jezus blijf vasthouden, houden. Ook als mijn gebeden niet verhoord worden, dan word ik bemoedigd. Want wij zeggen ook altijd zo mooi, eerst altijd hoop in Jezus. En Jezus is de hoop zelf. Ja. En daarmee willen we jullie echt vandaag bemoedigen, dat ook worden gebeden niet verhoord. Ook is het uitdagend, blijf vasthouden aan Jezus. Want hij heeft een uitweg, heeft een mooi plan en hoop voor jouw leven. Dat uiteindelijk heeft Jezus natuurlijk ook alles al gegeven. Is die gestorven voor ons. En ook weer opgestaan uit de dood. En heeft hij ons een leven gegeven waar we in de overwinning kunnen staan. Waar we eeuwig leven. Waar we een relatie met hem hebben. Waar we vergeving hebben ontvangen. En waar we in dit nieuwe leven eigenlijk ook een overwinnend leven kunnen hebben eigenlijk uiteindelijk. En ook zullen. Zo, het is ook belangrijk dat we deze overwinning niet inderdaad uit handen geven. Hè? Ja. Want wij regeren inderdaad. Wij zullen regeren en wij geven overwinning. Moeten we niet uit handen geven die God ons heeft gegeven. Dus daarom blijf bidden. Blijf doorhouden. God te zoeken en te vragen wat je nodig hebt. Waarnaar je verlangt. En geef niet op daarmee te bidden inderdaad. Ja, en dat is ook zo mooi als je gewoon dan Gods woord neemt. Het staat in Gods woord dat als we blijven bidden, als we blijven aankloppen, dan zal hij open doen. Precies. En dat is ook zo'n bemoediging wat ik ook vaak doe als ik gewoon niet weet of overweldigd ben. Dat ik dan gewoon het woord van God in mijn gedachten omhoog haal of uitspreek of uitbid. Ja. En God zegt, is wie hij zegt dat hij is in zijn woord. Zo neem dat, pak dat en blijf dat vasthouden. Blijf God herinneren aan
zijn goedheid. En hij weet het zelf, maar ons zelf herinneren hoe goed God is en dat hij gaat voorzien. Klopt, ja. Ja, ik heb zelf nog wel inderdaad persoonlijk, toen ik zelfs God nog niet kende, was ik zelfs dat ik aan Gods deur bleef kloppen. Omdat ik hoorde van andere christenen, mensen om me heen, verhalen over God en wie is het nou? Ik had allemaal zoveel vragen. Hè? Wat heeft het met mij te doen persoonlijk? En, dus ik ben zelf op zoek gegaan. Ik ben zelf de Bijbel gaan lezen, naar de kerk gegaan. Ik heb een christelijke cursus gevolgd en mensen gevraagd. En ik blijf zoeken. Want ik wilde gewoon weten wie God was. En wat dat voor mij persoonlijk betekent. Ja. En dat heeft zich ook uiteindelijk beloond. Want wie zoekt, zal beloond worden. Hè, zegt de Bijbel ook. Dus het is zo belangrijk in jouw leven. Dat als je, of je nou God kent of niet kent, dat je op zoek gaat. Want als je zoekt, zal je vinden inderdaad. Nou, daarmee willen we inderdaad bemoedigen deze week, deze serie dan ook. De aanhouder zal altijd winnen, inderdaad.